KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. En nou hebben ze bijvoorbeeld een programma als Berichten uit de Samenleving. En dat behandelt allemaal zaken die andere omroepen hebben laten liggen. De VPRO? Ja. Al hun programma's gaan ook veel dieper op de dingen in. En ook veel intelligenter. Intelligenter? Ja. Niet alleen maar dat domme amusement de hele avond. Of zo'n bespottelijk liedjesprogramma als op losse groeven. Bespottelijk liedjesprogramma is het enige waar ik naar kijk. Giel Montagne is zo'n gozer die Giel. Heb zo'n snor. Dat soort programma's houdt de mensen dom. Een omroep heeft ook een educatieve taak. En daar krijgen ze geld voor. Educatieve taak? Dat je er wat van leert. Leren doe je maar op school. Als ik s'avonds thuis kom van mijn werk kuis kapot, dan wil ik amusement. Flipper. Mr. Ed. Zorro, weet je niet dat hij zo doet met dat ding? Zien, dan staat er zo'n zet op de deur. Adrie en ik zijn al jaren lid. Nog voordat we samen iets hadden. Ja, twee zielen, één gedachte. Wat betaal je daar nou voor? 26,40 per jaar. Allemaal geldklopperij. Nou, hoe komt u daar nou bij, ome Jaap? Meneer Kooijman voor jou. Die programma's die kosten toch geld? We betalen toch luister- en kijkgeld? Ja, kennelijk niet genoeg, ja. En je krijgt de gids, vrije geluiden met alle programma's erin. Staat er ook in de krant? Ja, alleen van de dag zelf. En je krijgt in vrije geluiden ook hele goede informatie en achtergrondverhalen. Achtergrondverhalen. En voorbeschouwingen. Wim T. Schippers bijvoorbeeld. Van Hoepla, weet je wel. Die is bezig met een nieuw programma. De Fred Haché Show. Hé? Is gisteren opgenomen. Henk is er naartoe geweest voor de Bruinen. Oh, doe je dat niet zelf? Nee, Henk doet toch de tv? Henk is de gezel van het gooien. Wat moet jij eigenlijk met de Telegraaf? Ja, nee, toch, nee, die Mary Schuurman, weet je niet, die omroeps, hè? Ja, van de Tros. Ja, kijk, die schrijft hier een kookrubriek, schrijft ze erin. Koken voor de pret. Nou, volgens mij kan dat mens nog geen pan water opzetten, maar goed. Die schrijft hier dus over eten uit Bretagne, ja? Dus poulet à la Breton, dat is dus een kip met roomsaus, en die maak ik dus morgen. En dan hebben ze het ook over potage à la Breton, dat is dus een soep, ja, met witte bonen en verse kervel, die maak ik vanmiddag. En dan hoop ik, Bas, dat het niet te vreten is. Want dan brand ik er in de Bruine helemaal af. Ja, nou, kom op, stokvis. Ik ben al laat. Ja, en dan moet je ook nog met de Solex. Hé? Ja, ik moet naar Naaldwijk. Naaldwijk? Naar de veiling. Verse kervel. Dat hebben ze niet in Rotterdam. Jongen, jongen, jongen. Ben u eigenlijk ergens lid van? Alleen van het sportfondsenbad. Joh. Maar wel. Die is ook lid van de VPRO. Al jaren. Echt waar? Komt eigenlijk door pa. Die heeft nog met dominee Spelberg op zondagschool gezeten. Weet u wat? Ik maak u lid van de VPRO. Nou, nee hoor, Bas. Zou dat nou? Krijg u van mij het eerste kwartaal? Kan u een tijdje kijken of het bevalt? Oh, nou, dankjewel. Leuk. Trouwens, ze hebben de leden hard genoeg nodig, hoor. Want zo groot zijn ze niet. Goedemorgen. Heeft u van mij het telefoonnummer van de VPRO in Hilversum? Ik wil namelijk iemand lid maken. Ome Jaap niet, hè? Meneer Kooijman voor jou. Eerder ga je het met die Wim T. Schippers zitten praten. Die hebben het allemaal bedacht. Want die Fred Haché, dat wordt eigenlijk gespeeld door een Haagse komiek. Harry Touw, overigens een idee van Rijk de Gooier. Maar die is dus de presentator. En dan hebt hij nog een assistent, Barend Servet. Tenminste, in het programma dan natuurlijk. En die wordt gespeeld door Yf Blokker. Nooit van gehoord, joh. Nee. Goedemiddag. Dat klopt. Die zijn nog niet bekend. En dan hadden ze allemaal een test laten doen, vertelden die schippers. Want ze hadden heel veel aanmeldingen. Moesten ze allemaal in de poep trappen. Had hij allemaal nepdrollen gemaakt van bier en ontbijtkoek. Ja, nee, maar het kan ook met koek bestonje. En wie dan het beste in de poep trapte, die kreeg het. Tjonge, echte drollen gaan stinken natuurlijk. Nou, dat valt reuze mee hoor, Hendrik. En die Fred Haché, ook zo'n goede naam, hè, is die schipper zo goed in, hè? Fred Haché? Die roept de hele tijd, prima deluxe. Prima deluxe?
Dat hij het goed vindt? Ja. En die Barend Servet die zegt de hele tijd... Pollens! Pollens? Pollens? Ja, pollens. Betekent niks, maar... En daar drukt hij dan een soort verbazing mee uit? Ja, ja, dan speelt hij altijd een beetje verbazing. Ja, doet hij een beetje zo met zijn wenkbrauwen, weet je. Zo met zijn hand in zijn haar. En wat betekent dat dan? Ja, dat hij verbaasd is. Kijk zo. Dat is toch geen verbaasd, man? Kun jij het beter dan? Ja, natuurlijk. Verbaasd, dat is zo. Nou, ik vond Karel verbaasder, hoor. Hij wel. Ja, maar ja, ik vind Karel eigenlijk altijd verbaasd. Hé? Karel? Ja, altijd al gehad. Op de lagere school ook. Dan zat ik gewoon te kijken. En dan vroeg de meester, tis er, Karel? En dan zei ik, niks. En dan zei hij, nou, omdat je zo verbaasd zit te kijken. Ja, zie je wel. Nou, en dan ging ik naar de volgende klas. Kreeg ik weer een nieuwe meester. En begon het weer van voren af aan. Nou, daar ben je dan lekker mee. Nou, ik ben er nou wel een beetje aan gewend. Als ik nou ergens kom waar ze me niet kennen, dan hou ik er gewoon een beetje rekening mee. Dat doe ik gewoon een beetje zo. Ja, nee, dat is een stuk minder verbaasd. Toch? Nog wel een beetje. Ja? Maar dat hou je toch natuurlijk. Nou ja, en dan heb je ook nog een interview met minister Udink. En dan eindigen ze altijd met blote dans. Dat is toch een schandaal, Henk? Ze moesten die VPRO verbieden, al die omroepen trouwens. Hé, meneer Harmse, ik zeg net tegen die jongens hier, ik zeg, ze moesten het verbieden. Het kost handenvol belastinggeld en het is allemaal flauwekul. Flauwekul? Ja, meneer Harmse, de omroepen. De omroepen? Ja, weet u niet, de VPRO en zo? De Kooiman, waar heb je het over? Nou, de omroepen, dat zijn... Simon? Ik sta even te koken, ja? Henk? Ja, meneer Harmse, dat hebben we toch in Nederland. Net als met de politieke partijen, zeg maar. Die hebben allemaal een soort spreekbuis op tv. Werkelijk? Ja. De socialisten hebben de VARA, de katholieken, de KRO... en de christelijke hebben de NCRV. Nee, toch? Dat zijn de zogenaamde omroepverenigingen. En daar zijn mensen lid van. En die krijgen dan hun eigen programmablad. Wat een flauwekul allemaal. Ja, zo is dat. Politieke spreekbuizen op de tv. Want daar moet je toch niet aan denken. Dan gaan ze mij zeker vertellen wat ik moet vinden. Ja, dat doen ze zeker, meneer Harms, hè? Het enige waarop dat ze mee bezig zijn, ja, ik weet niet of de heren het in de gaten hebben, maar de paas en ik zijn het volledig met elkaar eens. Inderdaad, Jaap, jullie zitten op één lijn. Dat die man niet eens weet wat omroepen zijn. Dat heb ik gehoord, Karel. En het zou heel goed kunnen wezen dat de heer Harmse ook ter oren komt. Nee, toch? Ja, en dan gaat er hier een heel andere wind waaien. Echt waar? De Kooiman-wind. Oh. Nou, Simon, je hebt het zeker wel in de gaten, hè? Promotie aanstaande. Zou je denken? Tuurlijk, hij is het helemaal met me eens. Jawel, ik hoop het, maar... Beter nog, dat jij lid wordt van de TROS. Hé? De TROS. Dat is toch een omroep? Jawel, maar die gaan er nergens over. Hé? De televisie, radio, omroepstichting, die hebben dus geen beginselen. Die zijn er niks. Jo. Die zijn er dus ook niet de spreekbuis van iets. Nee, nee. En dat vindt Harmse zo erg en al die anderen. Ja, ja. En dat hebben we bij de TROS dus niet. Niet. Giel Montagne. Tuurlijk. Begrijp je? Dat is het enige waar je naar kijkt. Ja, luister. Jij gaat dadelijk naar de sigarenboer, ja? Dan koop jij een troskompas. Ja. Er zit een bon in om lid te worden. Dat word jij dan dus, ja? En ik ken Harmse nooit meer om je heen. Simon, geweldig. Proef dit eens even. Lekker. Echt waar? Heerlijk. Jammer. Jammer? Ja, we keken niet afbranden. Wie? Ja, die Miri Schuurman. Ebba. Niet lekker? Vreselijk, vreselijk. Maar, dat klopt. Want jij vindt het lekker. En die Miri Schuurman, die is van de TROS. Grandioos. Huilen is voor jou te laat. Ik kom niet meer.
Wacht maar niet op mij, dit is de laatste keer. Nelly Kooijman, goedenavond. Haja. Nel. Nel, ik heb het lek definitief boven. En allemaal door deze jongen. Welke jongen? Deze. De troskompas? Ja, Nel, de enigste omroepgids die in je zak kent. Jo. Hey, Nel, hoe wil je? Wat moet jij nou met de gids in je zak? Nou, dit is de enige bij wie dat kennen, hoor. Geweldig. Ja, dat is zeker geweldig. En er zit een bon in, die ga ik invullen en die ga ik opsturen. En dan is Jacobus Kooijman, Oranje Boomstraat 51B, lid van de Tros. Nee, hè? Ja, Nel, de Tros, de radiotelevisiestichting Omroep. Nee, de radiostichting TV... nee. Televisie Radio Omroep Stichting. Dat zeg ik. En het mooie is, Nel, die gaan er nergens over. Ja. Nee, die vertellen jou niet wat je moet denken, want die denken zelf helemaal niet. Er is bij het Tros niemand die ooit ergens aan denkt. Giel Montagne ook niet? Nee, Giel helemaal niet. Die heeft nog nooit nergens aan gedacht. Ziet er zo intelligent uit. Ja, maar dat is hij niet. En het allermooiste is, Nel, meneer Harmsen is het geheel met mij eens. Meneer Harmsen? Mijn baas. Ja, ik weet wel wie meneer Harmsen is. Nou dan. Maar is die lid van de Tros dan? Nee, Nel, nee, maar wacht even. Hier heb ik er nog één. En met de bond die hierin zit, ga ik hem lid maken. Meneer Harmsen heeft toch helemaal niks met de Tros, ja. Juist wel, Nel, juist wel. Die andere omroepen, dat vindt hij allemaal niks. Hij wist niet eens dat ze bestonden. Omroepen bestaan al 50 jaar. Ja, maar de Tros niet, die bestaat om mij net. En als ik hem lid heb gemaakt en hij krijgt ook Troskompas, dan kan hij nooit meer omheen. Alweer? Alweer, ja. Doe het ook voor jou, hoor, Nel. Meneer Harmsen lid van de Tros maken? Ja, zeker, ja, ja. Want als ik dadelijk mijn promotie heb, we hebben een huis in Hillegersberg, dan ben jij de eerste die in het Gaanlijkse bos de eentjes te eten gaat lopen geven in je bontjas. Juist. Naam. Kooijman. Kooijman, Nel, is dat met één of met twee o's? Met drie. Oh. Trouwens, wel toevallig, ja, ik ben ook net lid geworden. Van de VPRO. Hé? Bas heeft me opgegeven. Waarvoor? Voor de VPRO. Nee, hè? Ja, is toch juist goed. Brengt de boel een beetje in evenwicht. En je bent een vrouw. Nou, en? Kunnen die ook lid worden dan? Wat dacht jij dan? Jongen, 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 jongen. Nou, dan hoop ik van harte, Nel, dat het niet uitlekt. Ik zal er met niemand over praten. Zo, Mary. Dat is niet vies. Simon Stokvis, goedemiddag. Ja, Pio. Simon! Kijk even. Ja, hij kent in je zak. Ja, dat was zeker. Lid geworden? Zeker, ja. Hartstikke goed. Hey, Jaap, even proeven. Ja, zo meteen. Ik moet eerst even naar mijn baas. Jo. Ja, Stokvis. Wat heb jij natuurlijk weer niet aan gedacht. Maar die gaat ik ook lid maken. Heel verstandig. Oh. Wat nou weer? Meneer Harmsen. Wat koei, man. Meneer Harmsen, kijk u eens even. Troskompas, meneer Harmsen. De enige gids die je in je zak kent. Wat is dat dan? Nou, dat is de gids van de Tros, meneer Harmsen. Daar ben ik lid van geworden. De Tros? Ja, de radiostichting televisie omroep. Een omroep? Ja, nee, meneer Harmsen, maar deze gaan nergens over. Oh, nergens over? Over 0,niks. Geweldig! Ja, en er zit er een bon in, meneer Harmsen. Die kan je invullen en dan krijg je ook Troskompas. De Tros. Kom. Pas. Staat alles in wat er komt? Dat dacht ik ook. Dat mag ik ook even. Meneer Harmsen, natuurlijk. Oh.
Ja, Koeienbaan, jij bent een genie. Tot vanavond, Koeienbaan. Heel graag, meneer Harms. Ja. Ja? Ja. Ja? Ja, ja. Simon, deze jongen zit vanavond op de Avenue Concordia. Mooi. Uitgenodigd door zijn baas om, Simon, ja, samen naar Oplosse Groeven te kijken. Hartstikke goed. Ja, hier zo. Dit is dus de Bretonse kip van Mary Schuurman. Heel lekker, dankjewel. Ja, Simon, maar als ik nou dadelijk die promotie heb, ja, dan straalt dat natuurlijk ook op jou af. Ja, omdat ik boven je woon. Begrijp u? Hebba. Heerlijk juist. Ja hoor. Meri kan ik ook hoor. Nu kom eens. Dan kloppen toch weer. Ja, want Meri is lid van het ROS. Tuurlijk. Of zou ze gelid wezen? Nou, Meri, tuurlijk, tuurlijk. Meri is zelfs erelid, hè? Erelid? Ja, Meri was al erelid van de TROS voordat de TROS nog bestond. Giel Montagne ook? Maar, nou, Giel nog niet. Hè. Daar zijn ze mee bezig, maar het legt een beetje ingewikkeld. Giel namelijk is eigenlijk een beetje te slim. Ja, want Giel, zeggen ze tenminste, heb wel eens een gedachte gehad. Jo. Ja, is de Veronica-tijd. Giel Montagne zonder Franje. Ja, is een heel diep programma. Ja, maar wacht even, Simon, jij zegt erelid als ik Harmse dat nou eens maak. Harmse. Of is die daar te slim voor? Nee, dat niet, maar het is een hele ingewikkelde procedure. Ja, veel belangrijker. Luister, vanavond. Ja. Je kan daar natuurlijk niet met lege handen aankomen. Niet? Nee, natuurlijk niet. Jij neemt mee een krat bier en een paar zakken chips. Een echt TROS-lid namelijk, ja. Drink bier en eet chips. Joh, dat vind ik zelf ook zo lekker. Klopt het toch weer? Ja! Vanavond schotert Giel Montagne ons in zijn onvolprezen programma op Losse Groeven ons weer een kuur van Nederlandstalig talent voor. Corrie en de Rekels, vader Abraham en zijn zeven zeven zoenen, hoor je dat, Haapjes? Ik mag hier niets aan mijn oren, meneer. Garni, Baars, het cocktail-trio en natuurlijk de nostalgische medley met onder meer Joke Bruister. Haapjes, dit wordt een topavond. Ik heb daar als VARA-lid een iets andere mening over, meneer. Jouw mening is in deze absoluut niet relevant. Ben jij lid van de VARA? Jazeker, meneer. Ben jij een socialist? Tot op het bot, meneer. Dat sinds wanneer? Van kindsbeen af, meneer. Ik heb bij Marx en Engels in de klas gezeten. Maar dan zou je nu eigenlijk moeten ontslaan. Dat zou buitengewoon onverstandig zijn, meneer. Oh ja? Want dan loop ik naar de bond en trek u het vel over de oren. Oh ja? Dat aan jullie zijn ook allemaal hetzelfde. Meneer. Een goede butler. Het moet daar toch niet gekker worden. Goedenavond, Hokjes. Meneer Kooijman. Meneer Kooijman, dan zeg je een waar woord, ja. Want vanaf vanavond is deze jongen een hele meneer. Goedenavond, meneer Harmsen. Meneer Kooijman, welkom. Wat heb je daarbij? Bier, meneer Harmsen, en chips. Een echt ROS-lid, meneer Harmsen, die drinkt bier en die eet chips. De hapjes in de vullesbak met die oesters. Zo, die drink je zelf maar op. Zoals u wilt, meneer. Ik heb de opener bij me, meneer Harmsen. Een opener? Ja, kijk, dat is heel handig. Kijk, dat doe je zo bij de flesje en dan flips. Leuk, is die en dan deze. 1, 2, hup. Nou ja. Met dezelfde. Alsjeblieft. Daar heb je geen pul, Kooijman? Nee, meneer Harmsen, het moet uit een flesje als troslid zijnde. Ida! Hé,
En meneer Harmsen, dan heb ik voor ons allebei een zak chips. Oh, dat heb ik nog nooit gezien. Kijk, dat is voor u. Die gaat heel makkelijk open. Kijk, zo. En dan doe je... Hap! Dat doe je zo. Dat doe je zo. Ja. Wat kraakt dat lekker. Ja. Nou, meneer Harms, we gaan beginnen. Goedenavond, beste drafkijkers. Welkom bij weer een spiksplinternieuwe aflevering van Op Losse Groeven. Gaat u lekker onderuit zitten? Gezellig kopje koffie erbij. En dan beginnen we vanavond met Corrie en de Rekels. En huilen is voor jou te laat. De hapjes! Meneer! Dit is nog niet om aan te horen. Godsnaam, kon je wat in die rotzooi met je benen uit mijn ogen? Ja, maar dadelijk komt vader Abraham in haar zee. Dat kan me toch allemaal niks schelen? Ja, nou, nee, maar hij heeft wel 7 zonen. Die kunnen voor mij allemaal het dak op. En het cocktailtje jou dan? Ja, groei, mam, uit mijn ogen. Jawel, meneer Harmsen. Zeker, meneer Harmsen. Goedenavond, meneer Harmsen. En ik had me nog zo verheugd op een gezellige avond. Met uw welnemen, meneer, maar op het andere net is de Fred Haché show, meneer. De Fred Haché show. Ja, een gloednieuw programma met blote dans en bijzondere gasten. Maar dat is toch wel die Vara van jou? Nee, meneer, van de VPRO. Maar dat zijn toch die protestanten? Oh, maar wel vrijzinnig. Nou, vooruit dan maar. Hij trapt in de poep. Geweldig. Hapjes, die VPRO is prima deluxe. Pollens.